voordeel in ieder geval dat de NAM dan investeert in Schonebeek. Nou, dat is hartstikke mooi, want dat is toevallig. NAM die investeert in Schonebeek. Nou, dat geeft structureel ongeveer 80 arbeidsplaatsen en 4000 manjaren tot aan 2012-13. Nou, dat is ongeveer 1000 per jaar. En dat merken we ook, want de mensen die bij Diolijn zitten en die via het mobiliteitscentrum van werk naar werk gaan, er zit een hele club die naar een aantal bedrijven gaat die in het verlengde staan van de NAM. Dus in die zin heeft u geluk? En daar hebben we echt geluk mee. Oké, meneer Vuijs, dank u wel. Graag gedaan. Want over de NAM gesproken, na 13 jaar afwezigheid keert de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM dus terug in Schonebeek. Jarenlang pompte de NAM de stroperige Schonebeker olie omhoog. Het landschap werd gedomineerd door ja-knikkers. De oliewinning stopte omdat het niet meer rendabel was. Maar met nieuwe technieken is de winning nu wel rendabel te maken. En dus is de NAM weer begonnen met boren in de Drentse bodem. Kijk dan naar een reportage van Erik Bakker. Afgelopen donderdag was het zover. De Nederlandse aardoliemaatschappij boort voor het eerst in 13 jaar weer in Drentse bodem. Dat doet de NAM niet zelf. Een gespecialiseerd Duits bedrijf zorgt ervoor dat het ondergrondse oliehoudende zand wordt bereikt. De boring op de locatie met de naam 1400 is de eerste in een reeks. De komende jaren moeten er nog 72 boorputten worden geslagen om het olieveld Schonebeek rendabel te kunnen exploiteren. De aanleg van de boorputten moet in 2011 klaar zijn. De verwachting is dat het olieveld de komende 25 jaar tussen de 100 en 120 miljoen vaten olie oplevert. Ja, het grote verschil met vroeger is dat we nu putten boren die veel groter bereik hebben in het reservoir. Nu kun je met één put de productie doen van wat je vroeger met 5 tot 10 putten deed. Waar zit het verschil precies in? De putten hebben een veel langere horizontale sectie zeg maar in het gesteente. Vroeger ging je er verticaal doorheen. Nu ga je over een hele lange afstand blijf je in het reservoir. Dus het contact met het reservoir is veel langer. Hoe belangrijk is de heropening van dit olieveld? Nou, dat is op heel veel gebieden belangrijk. Punt 1, zit er nog hele belangrijke brandstof in de bodem. Weliswaar fossiele brandstof, maar die hebben we toch nodig omdat we niet meteen op volledig duurzame energie kunnen overschakelen. Daarnaast past de NAM hier hele unieke, wereldwijd unieke, nieuwe methode toe, een nieuwe techniek toe. Nou, dat is belangrijk om ook dit soort innovatieve bezigheden en industriële bezigheden te hebben in onze provincie. Toen in 1943 het olieveld in Schonebeek werd ontdekt, bleek al snel dat dit de grootste olievoorraad op het Europese vasteland was. Alleen in de Noordzee zijn grotere olievelden te vinden. De NAM begon na de oorlog met het oppompen van de Drentse olie. Voor het dorpje Schonebeek, dat leefde van het boerenbedrijf, betekende de komst van de NAM een enorme impuls. Toen de NAM hier kwam in de oorlog, is die begonnen zeg maar, en in 1947 dat er een beetje op gang kwam. Toen was dit een boerendorp, waar ook na de oorlog natuurlijk een grote woningnood was. Maar er kwamen heel veel mensen wonen. Dus toen heeft de NAM hier zelf al die woningen gebouwd. En waar mensen die daar gingen werken dus konden gaan wonen. Dat was een hele verbetering ook voor een heleboel mensen die hier op het dorp woonden natuurlijk. Wat voor veranderingen heeft Schonebeek toen ondergaan? Ja, welke veranderingen? Het was natuurlijk een hele cultuuromslag. Daar kwamen allemaal mensen vanuit het westen, vanuit het buitenland, die misschien wel Nederlanders, maar die daar in Indonesië gezeten hadden, die kwamen hier wonen en die moesten integreren in de bevolking hier. We hebben toen nog wel hebben ze een eigen soosgebouw gebouwd waar mensen heen konden, dat was hier ook allemaal niet. Maar met name in de boringen, die mensen die kwamen dus overal over de vloer. Dus dat heeft een hele verandering gebracht. Ook anders in denken, een andere cultuur die binnenkwam. Schonebeek is vooruitgeboerd natuurlijk. Voor iedereen. Voor iedereen, alle zakenmensen en alles, de bedrijven en het hele school. He, want die bedrijven ook allemaal, ik weet best dat hier begonnen met deze ding. Er was Kramer, dat was een transportbedrijf, in de oorlog. Een paar der wagen. Ze zijn die wegen die zijn ook allemaal gemaakt met een schop, gespit en in karren. En met paard en wagen werd het zand afgevoerd en weer aangevoerd.
Allemaal voor de naam? Allemaal voor de naam. Een van de bijzondere momenten uit het leven van de heer Streuer is een spuiter die in 1976 Schonebeek en omgeving onder een dikke laag olie zette. De stoomuitbarsting onder een druk van 50 tot 60 atmosfeer voerde voornamelijk met olie vermengde zanddeeltjes omhoog die door de wind naar Schonebeek werden geblazen. Daar werden eerst zo'n 80 huizen, maar later door het draaien van de wind vrijwel alle woningen, gebouwen, straten, wegen, tuinen en parken met een zwarte drap overdekt. Automobilisten uit de... Ook toen bleek de NAM volgens de oud-werknemer een goed bedrijf. Het zorgde direct na het afsluiten van de spuiten voor een grote schoonmaak en regelde de ontstane schade met inwoners en bedrijven. Nou, dan werden die auto's, die kon je dan bij de garage, kom schoon laten spuiten. Dat betaalde de NAM. En huizen? En huizen en zo? Huizen werden ook allemaal schoongemaakt. Ik heb zelf nog, grind op een platte dak heb ik gekregen, want dat ging eruit en de waslijn die kon nog vernieuwd worden, want ik stond 's morgens dus op en ik had zo'n hondje, die liet ik los, die liep de tuin in en die komt terug. Ik denk, jongen, wat heeft die hond nou zijn benen wel? Het was allemaal olie, dat was door die spuiten, maar dat had ik nooit gezien natuurlijk. En ook de vloerbedekking, het hele spul, allemaal en al die, nou en dat is allemaal, is 100% goed gekomen. De olie van Schonebeek zit op honderden meters diepte en is van een bijzondere soort. De uiterst stroperige dikke olie komt niet vanzelf omhoog, zoals bij andere olievelden waar de druk hoger is. In het verleden pompten jaarknikkers de olie naar de oppervlakte, waarna het per trein naar de raffinaderij in Rotterdam ging. Nu wordt met nieuwe stoomtechnieken de olie onder de grond vloeibaar gemaakt en omhoog gebracht door moderne high-tech pompen. En daar komt geen jaarknikker meer aan te pas. Er worden hier 4 putten op deze locatie geboord. Schonebekenolie is dik. Je hebt dus stoom nodig om het vloeibaarder te maken. Van die 4 putten zijn er 2 producerende putten en 2 stoominjectieputten. Het zijn putten die ongeveer 800 meter diep gaan. Het bestaat eigenlijk uit 3 gedeelten, een stuk verticaal. En daarna ga je onder een bepaalde hoek naar het reservoir. En dan ga je een hele lange sectie krijgen in het reservoir. Ja, er komt een pomp bovenop, hè. Dus aan de overkant van de grens zien we daar de jaarknikker. En hier komt een grote pomp op met grotere capaciteit. Dat is een lange slagpomp en die haalt de olie, zeg maar, en olie en stoom en watermengsel haalt die uit de put naar boven. En het water, hoe wordt dat van de olie gescheiden? Ja, dat gaat dus naar die centrale fabriek. Daar wordt een waterscheidingsproces toegepast. En dan gaat de olie, als die goed zeg maar, van het water gescheiden is, gaat die richting Duitsland. En het water gaat naar de oude gasvelden in Twente. Daar wordt het opgeslagen? En daar wordt het geïnjecteerd in de bodem. Oud-werknemers van de NAM zijn de jaren die ze werkten voor het oliebedrijf niet gauw vergeten. Stuk voor stuk zijn ze er trots op een NAM'er te zijn. Ja, dat zit er wel een beetje in. Ik ben trots op. Ik ben trots op dat ik Schonebeker ben, maar ik was trots op dat ik een NAM'er was. En zo'n belevenis dat je van begin tot eind alles hebt meegemaakt, ja, dat maakt natuurlijk nooit iemand meer mee. Dat maakt je rijk, daar mag je gelukkig in zijn. Dat was een mooie tijd. Wat heeft de NAM voor u betekend in uw leven? Nou, heel veel natuurlijk. Heel veel. Dat ik zo ver gekomen ben natuurlijk, en dat scheelt allemaal natuurlijk. Iedere keer ging je trapsgewijs een stapje hoger. En daar heb ik nu de profijten van. De verwachtingen voor het olieveld in Schonebeek zijn hoog gespannen. Ondanks de daling van de wereldvraag naar olie en de extreem gedaalde olieprijs. In juni 2008 kostte een vat olie nog rond de €150. Vandaag de dag kost eenzelfde vat olie nog geen €40. Het is een rendabele investering. We hebben in eind 2007 de beslissing genomen om om de investeringen te doen. Je gaat dan altijd uit van een olieprijs die je over de komende 20 jaar verwacht.
We hebben natuurlijk grote schommelingen gezien en ja, we denken dat het een rendabele investering is. Het is belangrijk voor Schonebeek. De NAM hoort eigenlijk in Schonebeek, back in town zou je kunnen zeggen. Je moet aan de andere kant eerlijk zijn dat er als alles eenmaal functioneert minder mensen nodig zijn dan er oorspronkelijk bij zeg maar de vorige generatie oliewinning nodig was. Maar de bouwactiviteiten leveren ontzettend veel manuren op. Henk Streuer twijfelt geen moment of het goed of slecht is dat de NAM na 13 jaar weer terug is in Schonebeek. Ja, dat is overal goed voor. Natuurlijk, prima. Ze hebben al, behalve mensen uit het westen komt vandaan. Ze hebben, hier van de mensen hebben ze nooit geen last van gehad. Die hebben nooit aan de bal gehad. Mensen die uit het verder weg komen, die hier nooit geweest zijn, die komen nog eens met commentaren. Maar dit en dat. En de mensen erbij, dus van de NAM en de Schonebeekers ook, die kwamen daar tegenop natuurlijk. Zei, nou, die mensen die, als ze dat niet goed vinden, dan stappen ze maar weer op, maar doen ze hier. Is dus weer terug in Schonebeek. En het is nog goed voor de werkgelegenheid, ook in deze crisistijd.